doel van de oprichting van de Utrecht Young Academy was om een gemeenschap van 40 jonge wetenschappers op te richten vanuit alle hoeken van de universiteit. Hoe overbrug je het gat tussen de universiteit en de maatschappij? Hoe kunnen we die verbinding beter maken? Niet alleen in Utrecht zelf, maar ook in Nederland en in de wereld als geheel. Ja, ik ben Martine Veldhuizen en ik ben voorzitter van de Utrecht Young Academy. We willen samenwerken met een groep waar de universiteit bijna nooit mee samenwerkt, namelijk VMBO-scholieren. We willen samen iets nieuws maken, iets wat we allebei misschien nog niet helemaal kunnen. En dat waren vlogs. Voor de vlog hebben wij dus een poster gemaakt. Daar zijn we mee door Utrecht gegaan. En hebben mensen dus vragen gesteld over het oude Nederlands, of ze dat nou wisten of niet. En dat wisten ze dus echt niet. Ik heb geleerd van hoe ik mensen moet interviewen en de betekenissen en hoe anders een andere mening hebben over de woorden. Een scholier had bijvoorbeeld tegen een docent gezegd: nu weet ik dat het academische, dat de universiteit ook een plek voor mij is. Het CUCO is het Center for Unusual Collaborations en dat is een centrum dat samenwerkingen stimuleert die normaal niet zouden gebeuren. En in dit geval specifiek tussen Universiteit Utrecht, Wageningen University and Research en TU Eindhoven. Jij bent een wiskundige en ik ben iemand die specialiseert in taal. Wat zijn onze verschillende werelden en onze verschillende manieren van denken? En hoe kunnen we games gebruiken om dat boven tafel te krijgen, zeg maar. Ja, wat ik daarvan eigenlijk heb geleerd is dat er heel veel leuke mensen over de verschillende universiteiten te vinden zijn. Die, hoewel ze vanuit hele andere hoeken komen, heel goed kunnen samenwerken en samen kunnen denken. En dat er toch ook veel raakvlakken zijn tussen het denken van die verschillende mensen. Eigenlijk doen ze met heel weinig, doen ze gigantisch veel. Sprankelend, vernieuwend en effectief.